heeft een Joodse schilder Sarah Dam, Emmanuel de Witte, enzovoort, enzovoort. En waar, hoe die kerken schilderen, dacht ik, god, dat is ook boeiend. Want die hebben kruislinkse perspectieven, nou, verkorte perspectieven, allemaal ingewikkelde dingen. Daar bent Jille vast van. Waar ik Jille, ja. Nou, dat ga ik ook eens proberen en te kijken hoe en wat. En eigenlijk tot mijn verrassing leidde dat bij de kerken waar ik binnen mocht, want dat was niet overal even eenvoudig, leidde tot verrassing. Zei, god, we hebben dat nog nooit zo gefotografeerd gezien of nooit zo uitgebeeld gezien. Bijvoorbeeld de kloosterkerk. Ze zei, kom hier met die foto's, die willen we wel hebben. Kopen, dat wil zeggen. Enzovoort. En dat trok ook. Ik heb een keer op de binnenstadsborum in een map gelopen. En ook architecten waren verrast. Hey, waarom doe je dat zo? Terwijl ik dacht, er is helemaal niks bijzonders aan. Het is gewoon een manier van kijken. Maar kennelijk heb ik daar een gevoelige snaar bij geraakt. En waar het mij om gaat is om het gebouw te fotograferen. Niet het stichtelijke element daarvan. Om te kijken, waarom is het zo? En wat kan je met zo'n ruimte doen? En bijvoorbeeld hier vooral de grote kerk. Heel veel mensen herkennen hem niet eens. Is natuurlijk ook niet heel gek. Maar je mag hem maar 1 maand per jaar naar binnen. Maar toch, en hij zegt, god, waar is dat dan? En iedereen denkt, ergens in het buitenland. Nou, sommige andere kerken, omdat ze niet zo toegankelijk zijn, publiek, zijn daar ook onherkenbaar door. Maar het is een manier van kijken, nou, dat ligt mij. En dat, wat ik nastreef, is niet ingewikkelde perspectieven van op de grond gaan liggen. En dat zijn maar eigenlijk alles op ooghoogte. En dan net even zo sturen. Dat is eigenlijk de achtergrond ervan. En gelukkig heeft dat geleid tot weer meer dingen. En culmineert nu in dat alles verkoopbaar is. En ik dacht, moet dat niet genoeg aanprijzen. Hartelijk dank voor jullie komst hier. Leuk dat je er zijn.